De nieuwe minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, wil de drugscriminaliteit de kop indrukken door met verschillende actoren de strijd hiertegen aan te binden. Dit zei de bewindsman kort na zijn beëdiging in een vraaggesprek met journalisten. Getrouw zegt dat de drugscriminaliteit niet alleen een zaak is van justitie, maar ook van de douane en het ministerie van Financiën. Volgens de Juspol-minister zal er hard gewerkt worden aan de verbetering van het imago van het ministerie. Maar nationaal en internationaal zal ik sowieso de hulp inroepen om dat tegen te gaan als zodanig. Al jaren wordt gesproken over het introduceren van een kaalplukwet om mensen, vooral grote drugshandelaren of organisaties die uit dat soort criminele activiteiten geld verdienen om het vermogen af te pakken. Gaat dat ook eindelijk komen? Dat alles moet ik nog bestuderen. De juiste informatie moet ik nog inwinnen. Ja? En op basis daarvan, aan de hand daarvan, kan ik dan u van een goed antwoord voorzien. De minister zegt verder dat de veiligheid niet alleen een zaak is van justitie, maar van een ieder. Justitie moet volgens hem voor de handhaving zorgen. Aan Getrouw is gevraagd of hij familie is van de president. U hoort ook minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie, die ervan overtuigd is dat er technische capaciteit aanwezig is binnen het ministerie. Pengel wil middels overleg en communicatie de uitdagingen aangaan. U weet, we leven in een kleine gemeenschap. U bent familie van de president? Familie van de president? Als het zo zou moeten zijn, dan is dat het geval. De stiefvader van de president is Getrouw. De belangrijkste projecten die zijn met de grotere aannemers reeds getekend. Die zullen de komende jaren in uitvoering zijn. Maar er zijn natuurlijk de kleinere projecten die we vanuit de begroting van het ministerie moeten uitvoeren. En dat zijn meestal de lopende zaken die met ontwatering te maken hebben, die met onderhoud te maken hebben. En dan moeten we echt ook prioriteiten stellen naar welke van deze projecten zullen de grootste impact hebben voor de samenleving. Of het nou gaat om ontwatering of het gaat om verharding van bestaande wegen, herstel van dat project wat in de binnenstad op dit moment gaande is. Dat zijn wel zaken die hoge prioriteit genieten omdat ze voor de samenleving die grote impact hebben. Dus daarmee gaan we wel verder en met de staf en de directie gaan we dus kijken naar andere prioriteiten die gesteld moeten worden en die ook uitvoeren. OWTNC minister Patrick Pengel, die middels communicatie en overleg de uitdagingen van het ministerie zal aangaan. De bewindsman heeft benadrukt dat de financiën uiteraard aanwezig moeten zijn om bepaalde projecten uit te kunnen voeren.